er nu gewoon jongens in de ploeg zitten die mij in het verleden als voorbeeld hebben gehad. Dus ja. dat is wel lachen. De eerste keer dat ik wielrennen meereed was ik heel zenuwachtig. Je weet dat je zo'n spookhuis binnenkomt. Je weet dat je gaat schrikken. Je weet dat je wordt ergens verrast. Er is iets wat je niet weet wanneer het komt, maar je weet dat het wel gaat komen. Nou, dat is op die spelen ook zo. Wie zei dat? Tranquille. En dat is Tranquilo. Goed hoor. Ja? Film je al of niet? Ja, ik film al. Oké, ja, nee. Ja, het gaat goed. Ja. Lekker aan het trainen, dus nee, gaat hartstikke mooi. We kunnen het met z'n allen denk ik super goed vinden en we hebben allemaal één doel en die staat altijd voorop. Ja, als we niet aan het trainen zijn, dan kunnen we ook met z'n allen prima lol maken. Eén keer even lachen. Ja, dat is denk ik ook heel belangrijk. Op het moment dat je dan weer het ijs opstapt, dan zet iedereen de knop om en dan wordt er gewoon serieus gewerkt. En ik denk dat dat ons zo sterk maakt. Maar we hebben weer een heel gat in. Zeker? Ja. Nee, toch? Dat denk ik niet. Ik ben ook. Net als gisteren. Ja. Ik denk dat we elke dag zo samen trainen en ook heel veel relays doen. Dat je heel erg met elkaar moet communiceren. Om als iemand iets niet helemaal goed doet, maar ook dingen die juist wel goed gaan. En dat je zo elkaar heel goed leert kennen hoe ze schaatsen. Maar ook dus elkaar kan verbeteren. Ik denk een hecht team zijn met z'n allen. En als er wat is, dat we altijd klaarstaan voor elkaar. En ik denk dat het heel belangrijk is. Je voelt je comfortabel ook om wel eens misschien heel eerlijk te zijn over iets. Wat je anders niet zo snel misschien zou durven zeggen. Shorttrack is wel zo dat op het moment dat een atleet bij ons binnenkomt, is hij al door dat proces gegaan door bij een club, bij een regio en uiteindelijk bij een KNSB talententeam aan te sluiten. En dat ze allemaal begrijpen dat je het niet alleen kunt. Niet alleen betekent niet alleen omdat je een coach nodig hebt en een fysio en eventueel andere stafleden die er in de loop van je ontwikkeling constant maar aan toe worden gevoegd. Maar ook gewoon je moet het doen met sparringpartners. Shorttrack is een sparringpartnersport. Je hebt die challenge nodig dagelijks op dat ijs. Op elk vlak moet er eigenlijk iemand zijn die jou uitdaagt, maar tegelijkertijd misschien ook wel beter is op een onderdeel waarvan je zegt, ah, nou dat wil ik ook. Je ziet in alles dat ze elkaar uitdagen. Je geeft elkaar nooit ruimte. En als je ruimte geeft, dan doe je dat om die anderen beter te maken. Nou, kom dan maar, passeer me dan maar. Maar weet wel, ik heb het gezien. Nou, dat spel is constant gaande en dat is geweldig als coach om te zien. Je kunt shorttrack zien als een wedstrijdsport. Je vecht tegen een tegenstander of tegen meerdere tegenstanders. Of je kan het zien als een spelsport. Je speelt een spel. Je speelt een spel van hide and seek. Je ziet me wel, je ziet me niet. Ik blokkeer je of ik laat je gaan. Ik val aan of ik verdedig. En jij hebt echt letterlijk de lange baanset van jongens, ik ga voor een snelle tijd. Ik sloop het peloton en doe het op een technisch vlak. Jens van het Woud is daar een voorbeeld van, maar ook een Shinky, die veel meer dat spelelement in zich hebben van hoe geweldig is het om iemand stil te zetten op het moment dat ze je willen inhalen. Hoe geweldig is het op een 500 meter om niet snel van start te gaan, maar heel snel te starten en dan iedereen eigenlijk tegen je aan laten rijden als een soort filebotsing. Dat zijn over het algemeen geheel verschillende persoonlijkheden en die heb ik wel allemaal in één team. Vanaf wat is het, juni 2010 ben ik aangesloten en we hadden natuurlijk op dat moment één doel voor ogen. We wilden ons aansluiten bij de Europese top, bij de wereldtop en kunnen dromen in ieder geval van een Olympische Spelen. En dan ook nog eens een keertje in de finale. En als we in die finale staan, ja, dan wil je een medaille. Nou, dat hebben we in die afgelopen 12 jaar perfect kunnen uitrollen. Toen ik begon met shorttrack was shorttrack een hele kleine sport en er waren niet echt hele grote Nederlandse shorttrackers op dat moment. Dus ja, dat... Ik had dat niet echt, waar ik echt tegen opkeek en
Dus ja, ik heb dat eigenlijk, die weg heb ik eigenlijk voor mezelf een beetje opengebroken in Nederland. En in de afgelopen 4 tot 8 jaar, en dan praat ik echt van 2010 tot 2018, hebben wij als Nederland echt een idee gekregen. Ja, alles leuk en aardig, maar een Koreaan heeft ook 2 armen, 2 benen en een hoofd. Dat hebben wij ook. Ze trainen ook hard, dat doen wij ook. Ze hebben ook goede staf, dat hebben wij ook. Maar wat hebben wij nog meer? Nou, dan proberen we dat op te sommen. En dan komen wij tot de conclusie dat we heel goed competitie kunnen geven tegen die gasten en tegen die vrouwen. Ja, wat neem ons eens even mee na jouw eerste keer spelen. Wanneer was dat? In 2010. Ja, in Vancouver. Oeh, serieus? Ja, dat is waar. Ja, 2010 alweer. Hoe spelen we dit voor jou? Ja, dat is een hele tijd geleden en het was natuurlijk toen, ja, ik kon wel schaatsen natuurlijk, maar ik deed mee voor, ik was meer toernooivulling, maar ik was er wel bij en daar ging het om, op dat moment. Ja, en dat zo'n knecht er dan nog steeds bij is. En uiteindelijk, in 2010 deed hij mee voor de troostprijzen, denk ik, kan me niet meer helemaal goed voor de geest halen. Programmaopvulling. Ja, nee, toen was ik wel heel onbevangen en was natuurlijk alles mooi en... Elke rit die je doorkwam was mooi meegenomen en je was je al gauw tevreden. En nu moet er wel iets meer gebeuren om echt tevreden te zijn. 2014 pakte hij voor Nederland ooit de eerste medaille op de 1000 meter, brons. 4 jaar later pakte hij zilver. En nu weer 4 jaar later, met al die ellende die hij heeft meegemaakt, staat hij er toch weer. Heeft hij een plek veroverd op die 1500 meter. De laatste wedstrijd scoorde hij ook nog eens een keertje in een podiumplek met zilver. Ja, waarheen? Om hier? Nee. Ja, het kan alle kanten op. Natuurlijk, die sport die is constant in ontwikkeling. En het knappe is, als je vanaf je 20ste tot je 32ste, als je dat constant maar bij kunnen volgen, hè? De ontwikkeling van de sport, en jij blijft je ontwikkelen. Heel goed kijken van, wat is er nodig in deze sport? Wat voor materiaal wordt er tegenwoordig gebruikt? Ik moet me aan gaan passen. Ik ben de enige persoon die toen in dat team zat, die hier nu ook nog staat. Dus ja, dat is zeker anders. Ja, Daan was er toen wel bij, maar ja, die miste doordat we met de relatief niet gingen, kon hij natuurlijk niet naar die speler toe. Dus die is als enige ook die het wel een beetje heeft meegemaakt. Maar ja, de mensen om me heen zijn nu ook allemaal veel jonger en ik ben nu een van de ouderen. Dus, Toen ik eerst in het team kwam, dan dacht ik wel, dat is dus, nou ja, iedereen weet iets minste als je schaatste toen. Ja, zeg maar, hij was degene die het op de kaart zet, dus ik dacht wel, oh, nou, Shinky Knecht. Maar ik denk, als je in het team komt, dan valt dat wel zeer mee, want zo gedraagt hij zich niet. Jullie houden alles in de handen. Wij houden alles in de handen. Die zijn best zwaar, hè? Sommigen die kunnen hele dagen gamen en dan hebben ze het over spel. Daar heb ik er echt nog nooit van gehoord. Niet dat ik zo überhaupt een idee heb van gamen, maar daar moet je mij echt niet voor bellen. Ik kijk heel veel YouTube-filmpjes. Maar dat maakt het desalniettemin minder dit. Ik vind het nog steeds fantastisch. Nou, als hij koude teen heeft... Dan klaagt hij altijd, want dan kan hij niet meer sturen. Maar... Even rustig aan. Dat is waarom ik ook daar waar ik 3 persoons wil. Want als ik 5 persoons van had gemaakt. Ja! Precies. Dan krijgen we de Shinky. Of we krijgen nu de Shinkies, dan krijgen we Shinky en Bram. Maar wie reden net? Dus wat we willen. Rustig. Bram, waar is het? Daarom heb ik ook bij 3 persoons. Daarom heb ik ook een paar bij gedaan. In plaats van 8 gaan we naar 10. Dus ik hoop dat iedereen even beseft. Laat het maar 1 keer rustig aan doen en dan 9 keer. Wie zei dat? Een geweldige atleet, maar eentje wel met een handleiding. Hè? Die hebben we er wel bij. Die hebben ondertussen ook altijd, elk jaar komt er weer een platzijde bij. Hè? Ja, die schrijven gewoon mooi mee. Het is nog steeds niet klaar, nee.
gewoon jongens in de ploeg zitten die mij in het verleden als voorbeeld hebben gehad. Dus ja. dat is wel lachen. Topsporters zijn altijd een inspiratie. Je inspireert vaak velen en je wordt gemotiveerd door één. Ja, ik kan me voorstellen als je 13, 14 jaar bent en je vindt een sparringpartnersport met hoge snelheid op een klein baantje op ijzers geweldig. Ja, dan kom je bij dat short track uit en dan heb je al snel van die vind ik geweldig of die vind ik geweldig. Die gaat dat helemaal uit zijn dak als ze winnen. Nou, die vind ik juist heel cool. Nou, dat coole, dat hoort wel bij mij, weet je. Dat is die inspiratie en ik denk dat weinigen dat geregisseerd doen. Een aantal hebben dat gewoon van nature, dat ze mensen kunnen inspireren of jeugd kan inspireren. Ik hoop denk ik gewoon de manier van hoe ik train, dat ze daar heel veel van opsteken. En als ze vragen hebben, kunnen ze altijd bij me komen. Maar vaak heeft iedereen wel behoorlijk van zichzelf hoe ze het voor ogen hebben. Dus heel veel vragen krijg je niet. Maar natuurlijk zijn er momenten dat je wel vragen krijgt en dan beantwoord ik die gewoon met alle plezier. Ik en dan een stel anderen, die zijn echt nieuw in de wereld van de World Cups en WK's rijden en dan nu de Spelen. Dat zijn natuurlijk wel echt grote toernooien, terwijl zij dat al heel erg lang doen. En dan heb je toch wel een hele berg ervaring met je mee die wij allemaal nog moeten opbouwen eigenlijk. Het was steeds professioneler in Nederland, het shorttrack af. De laatste 8 jaar is het al heel professioneel, maar ja, daar pikken die jonkies nu hun graantje wel van, dat zeker. Nou, dan hebben we gewoon snel de netjes wel opgewacht. Dan moet de eerste ronde eigenlijk een klein beetje dichtrijden. Toen ik de eerste paar World Cups meeging, was ik niet zo zenuwachtig voor mijn eigen wedstrijd. Omdat het dan nog niet echt uitmaakt eigenlijk wat je doet. Want ja, individueel, ja. En ik reed toen nog geen relay. Dus dan de eerste keer dat ik relay meereed, was ik heel zenuwachtig. Die dames hadden toen echt natuurlijk gewoon met z'n vieren zo'n team dat altijd die wedstrijden reed. En dan mocht ik daar een keer mee meedoen, dan wil je het echt niet geen fouten maken. Gingen we toen nog wel even samen inlopen en dan zei ik gewoon dat ik het spannend vond. En dan gingen ze me wel gewoon geruststellen en dat ik gewoon moest focussen op mijn wissels. En eigenlijk komt het dan op neer dat je dan nog niet te veel moet doen eigenlijk. Je moet gewoon goed schaatsen en goede wissels doen, maar posities kiezen en echt de wedstrijd bepalen, dat mag je dan nog wel even aan de anderen overlaten. Sandra die weet wel heel goed wat ze wil en ik denk dat hij er ook echt alles voor doet om, zo hard mogelijk te schaatsen. En je ziet wel dat het echt ze heeft wel echte winnaars met de tijd. Ze heeft schijt aan iedereen en dat vind ik wel mooi. En we zijn weg. Het is wel als een boer die gelijk naar de kop gaat. Ik denk de eerste paar keer dat ik World Cups reed, of de eerste keer, dan is het toch wel even als je dan naast die grote dame staat, dan dacht ik wel even zo, daar sta je nu naast. Maar ja, ik ben niet bang naast wie ik sta. Nou ja, op het ijs doet voor niemand onder en dan heeft ze gewoon, maakt niet uit wie ernaast staat, dan het liefst vreet ze gewoon op. Xandra is echt een tiener die met heel veel kennis al binnenkomt. Het is een slimme meid, maar ook nog eentje die heel erg voorbereid aan alles wat ze doet begint. En ze gaat nu naar haar eerste Olympische Spelen. Wat kan ze verwachten op die Olympische Spelen? De Spelen komen steeds dichterbij en ik heb er zin in, dus wel spannend, ja. Velsenboer die gelijk binnen doorsteekt. Ja, knappe actie van Xandra Velsenboer. Het is uiteindelijk gewoon maar een wedstrijd en je rijdt tegen dezelfde waarschijnlijk atleet als waar je tegen gereden hebt. Ja, je zit in een setting met waarschijnlijk 12.000 Chinezen op in het stadion. Maar ja, als wij naar Korea gaan of naar China gaan of naar Canada gaan, zit het ook vol. Heel veel publiek, heel veel Chinezen. Dus dat wordt ook wel even wennen, want we hebben lang geen publiek gehad. De laatste keer was bijna 2 jaar geleden in Dordrecht en toen vond ik dat al wel wat. Het onbekende van die eenmaal in de 4 jaar terugkomende Olympische Spelen die het zo spannend maakt. Nou, dan geef ik aan wat ze eventueel nog niet weten en waar ze eventueel op kan voorbereiden. Want als je erop voorbereid bent, dan is het allemaal niet zo eng, hè? Nou ja, dan zou je een beeldspraak kunnen maken van, hè, normaal gesproken zijn wij in oktober, november zitten we in Noord-Amerika. En dan gaan wij wel eens van die spookhuizen binnen, hè? Dan betaal je dan $20. En dan weet je, je gaat schrikken ergens. Maar je weet niet wanneer, dus je schrikt nog wel. Maar je bent toch voorbereid. Je hebt de verwachting, ja, ik heb $20 betaald, ik wil ook wel ergens schrikken. Nu is dat op die spelen, als je je goed voorbereidt en je stelt de juiste vragen aan je omgeving, dan kan je hetzelfde gevoel hebben. Je weet dat je zo'n spookhuis binnenkomt, je weet dat je gaat schrikken, je weet dat je wordt ergens verrast. Er is iets wat je niet
weet wanneer het komt, maar je weet dat het wel gaat komen. Nou, dat is op die Spelen ook zo. Ook bij een Xandra is hij niet torenhoge favoriet. Maar er zullen wel heel veel mensen toch iets van haar verwachten. En ze zit in het Nederlandse Short Track Relay Team van de dames. Nou ja, die winnen ene wedstrijd na de andere. En die zijn, denk ik, door velen staan die allemaal als kampioen aangekruist. We hebben wel echt een sterk team. We kunnen alle vier echt gewoon ja, heel hard op kop rijden. We hebben geen zwakke schakel, waardoor we, denk ik wel, vanaf kop af aan kunnen wij gewoon die rit heel snel maken en dus zwaar voor andere teams. Dus daarom, ja. En in het shorttrack is dat niet de laatste wedstrijd van het toernooi. Het is een geweldig spectaculair onderdeel. En als je er dan nog eens een keertje grote kansen hebt om daar een kampioenschap naar je toe te trekken, een wereldbeker te winnen of eens in de vier jaar kans maakt op eventueel een medaille. En nu zijn deze dames er zo geweldig voor. We hebben echt vier geweldige relay dames. Ja, dan doet dat iets met je. Dan wordt dat nog groter dan groot. En bij ons is het al die kers op die taart. Bij ons is het al een hele smaakmaker. Nou, je hebt echt die vreugde met z'n allen. Zeker, Suus rijdt natuurlijk eigenlijk altijd uit. En dan ben je echt nog aan het kijken en dan is het echt spannend op het laatste moment. Want je moet gewoon nog maar zien wie als eerste over de finish komt. Maar je hebt zelf al je werk gedaan, dus je kan niks meer doen. En als het dan lukt, dan is dat wel echt een super geweldig gevoel, ja. Een feest vieren wordt pas leuk als je het met anderen kunt vieren natuurlijk. En er is niks lekkerders te vieren met drie andere of vier andere meiden die ook gewonnen hebben. Laat heel eerlijk zijn, dat viert toch heel wat lekkerder dan in je eentje. Korte broek, lange trui. Boys are going crazy. Ja. Ja man. Gek kuis. Ja, maar kijk. Maar je hebt wel goede shots nu. Ik heb goede shots. Dat is, ja, inderdaad. Nou, we hebben ongelooflijk veel goede dingen gedaan in de afgelopen maanden. We hebben ons geplaatst voor de Olympische Spelen met een volledig team. En dat volledige team mag dan ook nog op elke afstand de maximale quota invullen. Dat is natuurlijk super. Tegelijkertijd geeft het ook meteen druk. Wauw, zijn we zo goed als dat we denken dat we zijn? Vier wereldbekerwedstrijden, eigenlijk altijd een handvol medailles gescoord. Oeh, nou, dan denk je ook van, oh jongens, wat gaat dit brengen? Wat gaat dit brengen? Precies, ja. En dan komt die spanning. En dan weet je, als je naar die Spelen gaat en atleten die dat al mee hebben gemaakt en die favoriet zijn voor een medaille of die favoriet zijn voor een podiumplek of die favoriet zijn voor iets waar druk automatisch gegenereerd wordt. Ja, dan is zo'n laatste maand best wel stressvol. Kijk die biceps. Gaat het geweldig een maand tot ervoor? Denk je, oh jeetje, kan ik het volhouden? Die hele maand nog? Hè? Kan ik die shape, kan ik die vorm, kan ik dat gevoel vasthouden? En gaat het niet? Wanneer gaat het komen? Wanneer krijg ik nou daadwerkelijk dat Olympische gevoel? En alles ertussenin, het is nooit goed. Het is echt een hele spannende tijd voor coaches, maar ook voor andere stafleden die specialisaties hebben. Maar voornamelijk natuurlijk voor die 10 atleten. En uiteindelijk als liefhebber hoop ik op geweldige races. Zonder gekkigheid, in ieder geval niet met inmenging van scheidsrechters. En als KNSB'er, NOC'er, Nederlander hoop ik op zoveel mogelijk medailles. Maak ze hem een godverdomme. Nee, ik vind het gewoon leuk. Ik zeg leuk. De kapper is dicht, hè? Nee, ik zul er inderdaad naar doen. Kansloos. Helemaal. Kom maar naar je. Jongen.